We staan op dit moment in Qish. Qish is een van de alleroudste sites die we kennen uit het zuiden van Irak. U moet zich voorstellen dat hier zo 100 jaar 3000 voor Christus allerlei stadstaatjes lagen. En in sommige schreven ze Sumerisch, in andere lijken ze later Akkadisch te gaan schrijven, Elamitisch, Kassitisch. Diverse talen, sommige werden opgeschreven, andere niet. Een heel gemengde wereld, maar in ieder geval Sumerisch was de dominante schrijftaal. We kennen die steden, we kennen hun koningen, denk aan Gilgamesh die in Uruk regeerde. Die kennen we en eigenlijk waren het onafhankelijke stadstaatjes. Maar op een gegeven moment beginnen ze iets te herkennen van wij horen bij elkaar. En dan is Qish ineens plotseling een heel belangrijke stad. Nog honderden jaren, ook als dit systeem al lang veranderd is, is de titel koning van Qish een soort aanduiding voor de eerste ondergelijken. De diverse vorsten wilden graag koning van Qish zijn. Ook als er iemand anders hier feitelijk aan de macht was, was koning van Qish zijn was een eretitel. Het betekende dat jij net even iets meer was dan de ander. Het was heel prestigieus. Als later iemand besluit een grote tekst op te stellen met alle koningen die eerder geregeerd hebben, dan is Qish de eerste stad na de zondvloed waar het koningschap wordt uitgeoefend. Achter mij ziet u een hele belangrijke oude tempel. Tenminste, ik denk dat dit een hele belangrijke oude tempel is. De Eur Kalama is het. Maar eerlijk gezegd, ik weet het niet zeker. Qish is buitengewoon slecht gedocumenteerd. Er zijn geen bordjes. Landkaarten zijn moeilijk te krijgen. De opgraving is begonnen, als ik me goed herinner, in 1818 of zoiets. Heel vroeg. Ik heb geen idee waar ik precies sta. Maar achteraan ziet u toch nog een leuke oeroude ruïne. De waarheid gebied te zeggen, er is hier nog steeds het een en ander aan de hand. We staan nu op de top van een ziggurat. En achter, ik kan u zien en u kunt het niet zien, maar er zit een gigantische kuil in de top van de ziggurat. Dat is een stelling geweest. Er is hier verschrikkelijk hard gevochten tijdens de diverse oorlogen in de laatste jaren. En deze mooie heuvel was dus een prachtig punt om schutters neer te zetten die hier met mortieren op eventuele vijanden konden schieten. Het terrein is niet helemaal veilig. We hebben nog nooit zoveel beveiliging meegekregen. En dit keer is het echt hardcore, jongens. Het zijn niet de dikzakken op slechte schoenen die hier staan, maar goed getrainde soldaten met echte, serieus te nemen geweren. Dus het klinkt heel avontuurlijk, maar het is allemaal heel veilig wat we hier doen. Ik dank u voor uw aandacht.